Leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Ik ben hier vandaag samen met Jantine en ik ben bij haar op stal. En ik ga jullie vandaag meer vertellen over een Pet of Paradise beginnen. Nou ja, dat gaat Jantine vertellen. Die gaat mij... Ik heb een paar vragen voor haar en dan gaan ze aan jullie vertellen hoe of wat. Laten we beginnen. Ik heb eerst een vraag over wat voor voordelen heeft het om een Pet of Paradise te beginnen voor een paard? Voor mij was het allerbelangrijkste voor een Paddock Paradise dat de paarden veel beweging nodig hebben. Omdat als ze stilstaan, dan werkt het hoefmechanisme niet. Dus is de doorbloeding slechter. En zo kwam ik eigenlijk bij het Paddock Paradise gebeuren uit. Maar verder is het voor een paard heel belangrijk dat hij met vriendjes leeft. En dat hij onbeperkt toegang heeft tot ruwvoer. En dat hij gewoon op een manier kan leven die past bij hoe het paard is. En hoe, wat ook aansluit bij hoe ze in het wild leven. Oké. En heb je ook, zijn er ook een beetje nadelen over een Paddock Paradise? Heb je daar zelf al iets over ondervonden over een Paddock Paradise, een nadeel? Of heb je dat nog niet? Ja, het is voor jou als eigenaar wel anders dan wanneer je paard in een box staat. Dan heb je gewoon je eigen paard in de box en dan haal je hem eruit en dan mest je de box uit. En wij hebben hier 7 paarden aan huis lopen en daar zitten 2 hele oude paarden bij. Die hebben extra ruwvoer nodig en extra bijvoer. Ja. En we hebben ook 2 paarden die eigenlijk te dik zijn, dus die mogen dat voer dan weer niet hebben. Dus we zorgen er eigenlijk voor dat het ruwvoer wat we hebben geschikt is voor alle paarden. Ja. En dan zetten we de 2 oude paarden die extra voer nodig hebben, zetten we dan apart. En die worden bijgevoerd met een mengsel van bietenpulp en luzerne en geperste hooibrok. En de dikke paarden die krijgen in de zomer soms een graasmasker of zetten we dan even apart. Maar het blijft wel lastig. Ja. Ja, het blijft lastig. En heb je niet wat ik zelf dan vind met het Paddock Paradise? Idee dat je heel veel moet lopen, zeg maar, met mest, dat je heel lang bezig bent. Dat merk ik bij, heb je dan mestdienst op stal en dan ben je best wel lang bezig. En dat is wel een nadeel voor een Paddock Paradise. Maar als je dan kijkt naar wat je terugkrijgt, een paard die super blij is, dan vind ik het zo oké. Maar heb je daar ook last van, dat je wel langer bezig bent? We hebben allemaal wel, denk ik, dat als het zo begin februari is en de lente nog heel ver weg is en er weer striemende regen in je gezicht en je moet weer de trek uitmesten en je moet het hooi ophangen op alle punten, dan denk je af en toe wel eens van, ja, weet je, zo'n overdekte stal met een boxje is ook wel heel erg lekker voor mij. Maar ja, dan zie je dat de paarden er gewoon geen enkel probleem mee hebben. Die zijn veel gelukkiger buiten. Maar het is wel... Ja, ik zeg altijd maar, dan hoef ik tenminste niet meer naar de sportschool. En het is voor jou wel een stuk lopen, maar het is ook een stuk beweging voor mezelf. Ja, dat is wel zo inderdaad. Oké, even kijken. Ik heb nog een vraag over waar moet je goed aan denken over hoe je een Paddock Paradise begint? Waar moet je goed aan denken voordat je begint? Het is, als je het wil uitproberen, dan kun je dat gewoon doen zonder dat je heel veel extra kosten maakt. Wij hebben zelf... ik denk 1 kilometer schrikdraad op een haspel, dat zal ik je straks ook laten zien. Ja. En we hebben een heleboel ijzeren paaltjes, dus niet die plastic paaltjes, want die breken af. Daar heb ik al een ervaring mee, dat is niks. En we hebben ook grote ijzeren hoekpalen, daar kun je de draad overheen spannen. En dan kun je eigenlijk gewoon uitproberen in het weiland wat je huurt of wat je al hebt. Of het wat is voor jouw paard en of het werkt met jouw kudde en hoe breed je de paden moet maken. We hebben zelf ook geen permanent systeem. We hebben ook een mobiel systeem dat als we een weiland huren, kunnen we dat ergens anders ook neerzetten. En als je de apparaat in het land op moet om de sloot uit te halen, dan rollen we de Paddock Paradise ook op. En zetten we hem daarna weer uit. Ja, inderdaad. Ik ben benieuwd hoe de Paddock Paradise bij Jantine eruit ziet. We gaan nu even naar stal. Gaat ze laten zien hoe de Paddock Paradise eruit ziet. Dus ik zie jullie zo meteen op stal. Nou, hier hebben we de schrikdraad op een haspel, want schrikdraad heeft de neiging om altijd in de knoop te gaan en ik kende dit systeem ook niet. Dus ik zat altijd te hannissen met schrikdraad en in de knoop en toestanden. En het is gewoon net als met zo'n verlengsnoer, je rolt hem gewoon op. Je draad raakt nooit meer in de knoop. En je koopt gewoon 5-6 van die rollen, die draai je hierop en dan kun je gewoon 250 meter lang uitzetten. En we hebben altijd 1 draad voor de sloot en 1 draad voor de Paddock Paradise. En ik zal laten zien dat het stukje weiland wat we hebben schuift elke dag een stukje op. Zodat ze elke dag een stukje nieuw gras krijgen. En dat wat ze hebben afgegeten weer dicht gaat. En die mest die slepen we dan ook uit en dan maaien we dat. Dus we gaan een stukje aan de paarden geven. Dus daarvoor heb ik wel een stukje lengte van het schrikdraad nodig. Dit zijn trouwens de hoekpalen. Die staan heel stevig en dan kun je het schrikdraad gewoon goed over aantrekken. Dus dat kun je ook na gebruik weer uit de grond halen. En deze paaltjes gebruiken voor daartussen. Die zijn niet zo lelijk als die witte paaltjes en deze breken ook niet af. En
ook als je nu naar het landschap kijkt, dan zie je ook niet echt zeg maar, de palen staan en de draad zie je ook niet echt, dus dat maakt het wat chiquer. Bovendien is dit dun draad, dus als er ruzie is en ze breken erdoor, heb je verder ook geen ellendige draadwonden of zo. Je moet alleen dan weer je draad aan elkaar knopen en de paarden vangen, maar het is verder wel veilig. Dus we gaan nu rustig op de jas bijgeven. Jas. We hebben hier het inloopstalletje van Jult. We hebben een plankje gemaakt, precies op zijn schofthoogte. Zodat hij er wel in kan en bij zijn extra bijvoer kan. En de grote dravers kunnen hier natuurlijk niet onderdoor. Dat vinden ze natuurlijk heel jammer, maar het systeem werkt wel. Maar het is toevallig omdat Jult dan de kleinste is. Anders moesten we een andere oplossing zoeken. En dan is het gewoon een kwestie van een paddockje maken met een draadje. En daarna het draadje weer weghalen als je bijvoert. We hebben ook de boomgaard naast ons aangekocht en dat was dus met bomen. Toen dachten we van nou, moeten we die bomen er nou uithalen of niet? Toen we besloten om de bomen te laten staan en eigenlijk willen we in de toekomst een pad rondom voor in de winter, dat ze daar niet in wegzakken. En nu hebben we ook een deel voor onszelf gereserveerd waar we een voedselbos in gaan maken. Dus dat kan ik wel even laten zien. De paarden staan nu op het land, dus we hebben hier het schrikdraad weggehaald, maar we hebben hier tussen de fruitbomen allemaal nieuwe boompjes aangelegd. Allemaal fruitstruiken en fruitbomen. En dan hebben we ook voor onszelf een voedselbos en ook dingen die eetbaar zijn voor de paarden. En op zich vinden ze de boomgaard wel spannend en leuk. Maar je merkt toch dat paarden geen bosdieren zijn. Want 's avonds gaan ze uit de boomgaard, want ze kunnen elkaar slecht zien. En ze hebben graag overzicht. Dus ze grazen er alleen overdag in. En 's nachts dan staan ze in de paddock, omdat ze daar meer overzicht hebben. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden, dat jullie er veel hebben van kunnen leren, zeg maar, hoe het hier er aan toe gaat en hoe of wat. Als je het een leuke video vond, doe zeker een blauw duimpje omhoog. Heb je nog niet geabonneerd, dat kan hieronder. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei doei!